van Le Mans. En het is Tristan Gommendy die een perfecte start heeft. Hij gaat voorbij Marcus Winkelhock. En de rest van het veld komt er allemaal probleemloos achteraan. We zien hier allemaal behoorlijke schuivers al gelijk. De Tedeschi zien we hier met Passini. En ook Danielsen. Dat was allemaal zo in de eerste race. En dan hebben we de tweede race. En daar kwam al vrij snel een safety car uit. En een herstart was het gevolg. Waarbij Will Power zich van de perfecte kant liet zien. En we zien dan hier alweer een behoorlijke tik. Jan van Lagen. En Pagnot. Die komt daar in de gravel terecht.